Vandaag praat ik met de man die een zwaarste rol in hele Matthäus Passion zingt. Dat is de rol van evangelist. En ik heb hier Robert Lutz. Hi. Robert, hoe lang werk jij al met Pieter Jan Leusink? Oh, dan moet ik in mijn boek kijken hoor. Ja. Ja? Dat is van in 95. Dus dat is dit jaar het 24ste jaar. Ja, en kijk. Dat is de boek is mijn, waar je alle opschrijft. Optreden opgeschreven, ja. Vanaf het begin. Ja, vanaf het begin, zie je. Mag, hier ook. Oh my kijk. God. Hier zo. Ik heb dat allemaal bijgeschreven, oh, zie je. Oh, oké. Okay. En hoeveel Matthäusen tot nu toe heb je al gezongen? 380. 380? Ja, 380. En waarvan 345 of 335 evangelistenrollen. 345 evangelistenrollen. Ja, en 380 de Matthäus. Oké. Okay. Evangelist is ook een heel zware rol qua ten eerste van fysiek. Ja, fysiek en is... En hoe ervaar jij dat? Als jij zo, soms elke dag moet zingen en soms twee keer per dag. Ja, soms twee keer per dag. Maar het is een zware rol, maar door hoe dat Bach het geschreven heeft, is van die aard dat je dat niet zo ervaart telkens als zwaar. Oké. Okay. Snap je? Hij bouwt dat zo mooi op in het eerste deel voor de evangelistenpartij. Okay. Die is niet zo, die is vrij licht, die is vrij, ja. Oké. Okay. Maar dan vanaf het tweede deel, dan begint het heftig te worden natuurlijk, ja. Met die allerhande scènes die daar gebeuren. En dan wordt het wel zwaarder natuurlijk, hè? Maar door de band genomen is het goed te doen. Omdat je dus veel rustpauzes hebt tussendoor. Ja, ja. Dat maar jij hebt ook, ik denk, veel conditie opgebouwd in alle jaren. Dus... Dat is sport. Dat is topsport. Dat is echt topsport, ja. Ja, ja. Dus dan moet je heel langzaam opbouwen. En, ja. En goed gedisponeerd blijven. Elke dag, direct na de uitvoering, ben ik ook direct weg. Ja, ja. Ik wil niet in contact komen met anderen voor ziek te worden of Nee. Dus... Probeer het direct. Dat is echt zo'n... marathon. Een marathon. Ja, elke dag een marathon. Ja, iedere dag opnieuw. Maar eens als dat eerste akkoord komt van het orkest, dan zit je daar helemaal in. Maar dan vergeet je volgens mij alles. Want je vergeet alles. Jij gaat altijd vol in. Ja. Maakt niet uit wat. Nee. Ja. Dus, en natuurlijk als evangelist, jij gewoon vertelt een verhaal. Ja. En soms moet jij iemand voordoen. En soms moet jij sommige klanken zelfs voordoen. Ja. Bijvoorbeeld als met zilberlingen, dan die centen, dat geld, weggegooid. En dan doe jij zo'n... Een tremolootje, zo'n zilberlingen. Ja. En er waren die zilberlingen in den tempel. Op zich daarvoor ging hij heen. En er hängerte zich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen.